Maar we moeten het verhaal vertellen wat in Engeland zich heeft afgespeeld ongeveer 400 jaar geleden. Luister. Kom je wel eens aan het strand? Mooi is dat, hè? Sta je op de duinen? Zie je voor je dat witte zand naar links en naar rechts? Zo ver als je kijken kunt. Achter je de duinen met dat taaie gras, dat helmgras. En voor je het water van de zee. Altijd in beweging. En dat klotst zo en dat spoelt zo zachtjes aan op het strand. En als ik zo op de duinen sta, dan zie ik daar beneden, daar vlak langs het water, twee hobbitjes lopen. En als ik dichterbij kom, dan zie ik het. Het zijn twee mensen. Een man, schelpen in te verzamelen. Dat jongetje heeft helemaal geen oog voor die mooie zee, voor dat mooie strand. Kijk eens goed naar dat jongetje. Wat zie je? Wat heeft hij in dunne armpjes? Wat is die bleek? Wat staan die ogen hol in dat gezichtje? Als hij lopen moet. Hij zwalkt wat en lijkt alsof hij over iedere stap een beetje na moet denken. Alsof hij dat niet goed kan. Voor zijn jongetje naast. Zwijg! Hou je mond! Moet naar een klein huis met die gaten in het dak. Ja, als het buiten regent, regent het binnen net zo hard. Naar dat kleine huisje daar achter de duinen, waar de kindertjes vaak 's avonds op zolder liggen te wachten. Komt papa er al aan? En dan even later dan horen ze zijn ruwe stem. Dan horen ze zijn woedend geschreeuw. En horen ze mama zachtjes huilen. Dan horen ze soms iets beuken tegen de muur en dan denken ze, oh, het is niet zo ver. Papa is weer eens dronken thuis gekomen. Papa heeft weer eens alles wat hij verdiend had, opgemaakt. Drie vrienden, ja. Oh, hij begrijpt nog niet alles. En hij weet nog niet alles. Maar één ding weet hij. Hij heeft zo'n honger. Papa, hij snikt het uit. Geef me wat brood. Ineens die ogen die draaien, woest in dat hoofd. Het schuim staat op zijn lippen en hij grijpt zijn jongetje bij de haar. En hij sleurt het mee. Ik wil er nooit meer over horen. Nooit meer! En dan slingert hij zijn jongetje zo in het water. Schok terug. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat Suriname een kolonie is geweest van Nederland. Als je in het buitenland vertelt dat je in Suriname bent geweest, ik vertelde dat in Engeland en in Duitsland heb ik het verteld, dan vroegen ze zich echt af, waar ligt dat land? Ik heb er nooit van gehoord. Nou, dat is ook niet zo raar, want Suriname is het kleinste landje van Zuid-Amerika. Maar voor ons klinkt het redelijk bekend in de oren, omdat het een Nederlandse kolonie is geweest. En ook omdat heel veel Surinamers in Nederland wonen. Weken later begon dat te groeien, zonder dat ik het even in water had gezet zoals dat in Nederland zou doen om worteltjes te laten schieten. Het is zo vruchtbaar. In een paar weken heb je of oogst van bijvoorbeeld de kousenband, de Surinaamse boom, of een plantje, een struikje krijgt wortels en wordt groot. Dus dat is hier allemaal groen. Dat wordt van tijd tot tijd wordt van de familie Meuleman. En het zusterhuis, zoals we dat noemden, dus daar woonde ik samen met de kinderwerkster. En dan aan deze kant, en aan de andere kant zit nog zo'n vleugel. Dat waren zijn de clublokalen, dus daar worden kinderclubs en tienerclubs gehouden. Nou, de dominee doet gemeentewerk, dus op zondag gaat hij voor in het kerkgebouwtje. En door de week gaat hij naar het dorp om bijbelstudies te houden met verschillende groepjes.
Kom ik wel even naar de auto.